Lid Gayadin had de cellen de vraag gesteld. Nou, die file kunt u dus zien op de website. Lid Jones had ook dezelfde vraag. Die file kunt u ook zien online. Lid Kensenhuis had het over de kwestie van de bouwwerken. Verkavelingsprojecten, daar ga ik wel kort op ingaan met de presentatie. Omdat ik heel veel vragen, voorzitter, krijg en daarmee ga ik afsluiten. Ik krijg heel veel vragen over woningbouw, hoe dat zit. Dus ik heb even een korte presentatie meegenomen. Dit is het beleid. Voorzitter, toen wij kwamen als regering, was de opdracht aan het ministerie van OW. En we hebben dat samen gedaan met Sociale Zaken en GBB. Om een inventarisatie te maken van wat er was aan woningbouwinitiatieven. Want op dat moment hadden wij niet de middelen om binnen de begroting van OW woningbouwprojecten op te starten. Dus die inventarisatie hadden we gemaakt. Ik ga niet alle slides presenteren, want vorige keer hadden we afspraak geen figuren. Maar u mag de presentatie hebben, dus ik ga sommige overslaan. We hebben die inventarisatie gedaan. Daarna heeft de regering besloten om een keuze te maken. De regering heeft verder ervoor gezorgd dat met de banken die 7% lening gekomen is en AHP weer veilig gesteld is. Dat was een derde eis van de regering. Dat is dat, zeker onder de ministeries, er zoveel als mogelijk transparantie moet komen. De wettelijke regels gevolgd moeten worden. Technische voorwaarden van OW vooral. Raamwerken van overeenkomsten. We hebben een PPP-raamwerk ook goedgekeurd. En dossiervorming. Dat moet in place zijn als de regering start met woningbouwprojecten onder de regering Santokki-Brunswijk. En daarna gaat de regering zoeken naar middelen. Dat is ook goed gelukt. En zo is het start zijn toegegeven. Ik herinner u dat 25 januari 2021 ik hier tijdens die begrotingsbehandeling een heel overzicht had gestuurd. Dat waren A3-vellen naar het parlement met die inventarisatie. Wij waren als ministers gaan lopen op het veld. En zo had ik die foto's getoond van de situatie die we hebben aangetroffen. En dat overzicht hebt u dus al gehad. En dat waren deze woningbouwprojecten. Er waren ongeveer, hier staat 24, maar er zijn nog 4 van OW die erbij moeten zijn. Zeg maar ongeveer 30 verkavelingsprojecten die de regering toen had opgestart. En het idee was om ongeveer 5000 mensen te helpen aan een perceel of woning. Het is een beetje klein, maar je kunt zelf lezen. Ook hier waren projecten van FWIJ. Ook hier waren wat PPP-projecten. Projecten met SPSB en een aantal die nog onderzocht moesten worden. Maar u ziet het, het idee was goed, maar het is anders afgelopen. Het is helemaal misgelopen. Dit ga ik overslaan, maar daar hebt u een beeld. Heel veel goede initiatieven, locaties. Ik ga dit overslaan. Kunt u zelf lezen. En dit waren de 4 projecten die bij OW geregistreerd waren. Coroni, heb ik u net gezegd. Die Chaleu, Reeberg en Manplezier. En tot heden hebben we een lijst gemaakt van ongeveer 60 van zulke grote verkavelingsprojecten. Zeg maar 30 die de vorige regering heeft geïnitieerd. En er zijn nog 30 die door vorige regeringen waren geïnitieerd. Ongeveer hebben we een lijst van 60. Grote lappengrond die verkaveld moesten worden. Mensen moesten hun huis bouwen. Is heel wat. En ik geef een voorbeeld. Dit is Altona. Waar we, deze overzicht heb ik voor u gestuurd, dus ik ga het niet echt uitgebreid behandelen. Maar we hebben gekeken, had het een verkavelingsvergunning, had het een dossier. Voorzitter, uit die lijst, heel weinig hadden een dossier. Hadden soms niet eens goedkeuring van het ministerie van Openbare Werken. Maar die projecten zijn toch gestart geworden. En ik heb ze per project, hebben de evaluatie gemaakt wat we aan documenten hadden. De 4 van openbare werken, die hadden wel een goedkeuringsplan, hadden wel een dossier. Maar andere gegevens van de projecten ontbreken.
Dus dat is een voorbeeld. Ik ga de rest niet behandelen. U mag het zelf lezen. En dit was een voorbeeld van de huizen die er ergens staan. Dit was een project op Para. Het project is ook niet afgerond. Terwijl dit bijvoorbeeld wel goedgekeurd was, maar is ook niet afgerond. En dit waren die foto's die ik je toen had gewezen. Ik sla dit even over. Ja, maar dit zijn de conclusies van wat er gebeurd is. De meeste van deze projecten zijn verwaarloosd gebleven. Zij in het bos, huizen in het bos, sommige onder water, de rest geen EBS, water is niet gekomen. Kapitaalvernietiging, dit heb ik de vorige keer duidelijk gezegd. U kunt zelf uitrekenen wat voor kapitaalverlies dit is. De transparantie is er niet. Wij zitten tot vandaag te zoeken wie hebben die kavels gehad. Waar zijn die lijsten? Niemand kan ons die informatie geven. Niet op OW, ook niet bij GBB. Maar de kavels zijn wel uitgegeven. In de meeste gevallen bij de evaluatie is er geen verkavelingsvergunning. Er waren heel wat commentaren. Dus strikt gezegd zou je niet mogen beginnen met verkavelen. Conform de wet. Maar men is toch doorgegaan. Dossiers ontbreken. Er zijn geen dossiers te vinden. Er zijn geen contracten. Toch? Geen overeenkomsten, geen betalingsbewijzen. Wie heeft betaald, waar is betaald. In elk geval zijn deze projecten niet via het ministerie van OW gegaan. En veel van die aannemers zijn failliet gegaan. Een aantal zijn langs geweest. Kunnen we nog helpen? Toch? En is alles volgens de regels geweest? Allemaal vragen die onbekend zijn. Deze regering heeft duidelijke eisen gesteld. Want we hebben geleerd eruit dat er duidelijke transparantie moet zijn. De regels moeten gevolgd worden. Technische eisen van OW moeten in beschouwing worden genomen, et cetera. Dat zijn de eisen geweest van deze regering. En zo is het begonnen. Het ministerie van Financiën heeft voor 2023 7 miljoen vrijgemaakt. 2024 25 miljoen en dat zal in de tijd waarschijnlijk doorgaan. Wij hebben als OW-GBB initiatieven genomen om die verlaten verkavelingsprojecten te kijken wat we kunnen overnemen, zodat mensen alsnog legaal hun huis kunnen bouwen. Soms onder soepele voorwaarden een overdracht kunnen doen. Soms helpt de overheid als het gaat om inzet van zwaar materieel of vrijstelling van kosten. Ik ga een leuk voorbeeld geven, zustersproject van AZP. Daar doen de mensen alles zelf. Nou, het ministerie heeft gezegd in PPP, laten we ze vrijstelling geven van de verkavelingskosten. Ze doen alles zelf. Toch? En zo helpen we overal. En zo is de keuze van de eerste projecten toen begonnen. Het eerste project was toen Paramaribo Noord. Ongeveer 500 kavels beschikbaar. De wegen, EBS, SUM waren er al. Ik dacht, de staat moest gewoon 12 miljoen euro betalen. En dat is, dacht ik, via het ministerie van GWB gedaan. Hier moeten de mensen zelf bouwen. Dan is deze lijst gekomen. Dit is de lijst die we hebben geselecteerd. Het zijn dus 5 projecten voor 7 en 25 miljoen die geselecteerd zijn. Ik geef een voorbeeld, Rieberg, Wanica. Daar was de aannemer aan gestart, maar we konden niet betalen. Nou, daar hebben we een herstart gemaakt. De offertes zijn herzien. En u ziet de gunningsbedragen die betaald worden om alles bouwrijp te maken. En hier kunnen de mensen zelf bouwen of met een lening bouwen. Of de perceel is goedkoper geworden, et cetera. Dat is het kort, voorzitter, wat het woningbouwprogramma betreft. En daar was mij nog gevraagd antwoord te geven op de raadsvoorstellen wat de wijzigingen van bedragen betreft. Voorzitter, en daarmee ga ik afsluiten. Inderdaad, bij het eerste project was ook onze eerste pilotproject van wat zijn de juiste procedures, regels. Ondertussen weten we dat al. En dezelfde procedures zijn gehanteerd voor al deze projecten en die worden doorgehanteerd voor alle projecten die er zijn.
Het project Pan-American Real Estate NV, inderdaad. Daar waren drie raadsvoorstellen. En bij het eerste raadsvoorstel, 19 juli 2022, daar was inderdaad een bedrag opgenomen van 7.449.789, etc. Dat was opgebouwd uit de investeringen die op dat moment gedaan werden. De opmerking die toegemaakt werd bij de indiening dat de overeenkomst nog aanwezig moest zijn, dat was er niet. En een tweede fout die gemaakt was bij het raadsvoorstel is dat het ministerie van OW de eigen kostenraming had gebruikt wat niet kon. Je moet de realistische kosten gebruiken die toen besteed zijn bij dat project. Bij de tweede RRV is toen een bedrag goedgekeurd van 7,5 miljoen US dollar. Dit moest ook ingetrokken worden omdat weer hier die overeenkomst ontbrak. En het derde raadsvoorstel was uiteindelijk goed geformuleerd en goed onderbouwd door het ministerie van OW, waarbij alle kosten die reëel zijn uitgebracht, zijn uitgevoerd en opgebracht. Vermeerderd, dus met de onderhoudskosten, was het bedrag totaal US$7.927.151. Het doel van de regering was duidelijk woningnood, ongeacht wat voor verkavelingsproject van welke partij. Dit waren projecten niet van deze regering, van de vorige regering. Onze objectief is niet te kijken naar mensen, maar dat huizen gebouwd moesten worden. En dat mensen kavels moeten hebben die wel toegang hebben nu tot de voorzieningen die beloofd zijn geworden. En daarom heeft deze regering niet 30 projecten gekozen om te gaan verkavelen, toch? Als je weet dat je de middelen niet hebt, maar er zijn maar 5 gekozen. En met die 5 proberen de middelen die we hebben, elke dollarcent goed in te zetten. Voorzitter, daarmee denk ik, heb ik alle vragen beantwoord. Maar als ik iets ben vergeten, dan hoor ik dat. En ik bedank u allen voor.